Hallo mensen, welkom terug in een nieuwe video. Ik heb weer koptelefoon op en dat komt omdat ik vandaag ook een video ga doen. Jullie hebben het gewoon al gezien in de titel van deze video. Ik ga even een review houden over mijn Samsung Galaxy S7. Nou, ik heb al vele maanden geleden, ik denk in mei of zo, heb ik al een unboxing video gemaakt van mijn S7. En toen heb ik gezegd, ik maak binnenkort ook nog wel eens een review. En ik heb ook meerdere keren de vraag gehad, maak eens een review. Maar die heb ik nog steeds niet gemaakt. En dat kwam gewoon puur omdat ik dacht dat het veel werk zou zijn om even alle pluspunten en alle minpunten die ik heb bevonden op een rijtje te zetten. Dat is eigenlijk, heeft het enorm meegevallen. Ik heb het net even gedaan. Ik heb hier een Word document een beetje voor me staan. Jullie niet zien. Maar goed, ik heb hier een Word documentje. Dus ik ga jullie even laten weten wat ik allemaal heb bevonden aan de telefoon in deze afgelopen paar maanden. Ik denk dat het misschien goed is om met de minpunten te gaan beginnen. Zodat we het beste voor het eind bewaren. En er zijn een stuk meer pluspunten als minpunten. Maar ik noem ze toch even allemaal op. En het eerste minpunt is door de Edge die erop zit. Die jullie als het goed is ook wel kunnen zien nu. Nou ja, misschien kunnen jullie hem nu niet zien. Maar er zit hier natuurlijk een Edge op. Vandaar dat het de S7 Edge is. Daar praat ik nog veel meer in over in mijn unboxing video. Maar door die Edge, als je hem vasthoudt, kan het gebeuren dat als je wat dikkere handjes hebt, als het, zoals dat ik heb, dan soms de huid op het scherm komt in de Edge en dan typt het niet helemaal lekker. Dan toetst hij dus soms gewoon de L aan bijvoorbeeld. En dat is niet super handig. Dit heb ik gewoon weten op te lossen door gewoon altijd een hoesje eromheen te doen. Dat fixte het. Ook is de microfoon die erin zit voor de camera niet super. Het is niet dat die slecht is, maar de microfoon die in mijn Galaxy Z, de Xperia, de Samsung, weet je, ik weet echt niet wat ik aan het zeggen ben allemaal. In de Sony Xperia Z1, daar was de camera microfoon beter van, dus dat vind ik een beetje tegengevallen. Ook wel een behoorlijk grote tegenvaller is, als je een volledige screen protector hebt, wilt hebben die ook nog om de Edge heen komt, daar betaal je gewoon €30 voor. Dan betaal je, dan koop je echt een dun laagje extra glas die erop gaat. Ik heb dat tot nu toe nog niet gedaan. Ik heb gewoon een heel simpele screen protector van plastic erop zitten. Alleen die beschermt de randen niet. Nou heb ik er ook nog steeds geen krassen op de randen, dus het zit op zich ook wel goed. Maar als je een volledige bescherming wilt van hoge kwaliteit screen protector, dan kost het je gewoon zo rond de €30. Nou, ook in die trant van screen protector, de achterkant, het glas op de achterkant, krast heel snel. Ik had hier na 2 weken, zaten hier al krassen in. Oké, ik gebruikte toen nog helemaal geen hoesje. Toen had ik gewoon nog geen hoesje ervoor. Maar hij is, terwijl die op mijn bureau lag, is de achterkant gekrast. En het enige wat ik me kan bedenken, dat op mijn bureau lag, op dat moment, op die plek, wat een kras heeft kunnen veroorzaken. Ik zat met mijn handen voor de microfoon. Dat was misschien niet super handig. Is een korreltje zand bijvoorbeeld. En dat heeft in de achterkant een behoorlijk diepe kras gemaakt. De voorkant heb ik, voordat ik de screen protector had, nooit een kras gehad. Er is nooit een kras in gekomen. Dus de voorkant is hartstikke goed. Maar de achterkant krast vrij snel. Nou, mijn laatste minpunt wat ik heb is dat in de USB en de micro jack board, daar blijft vrij veel vuil in zitten. Dat kan ook zijn dat ik met mijn opleiding ik werk met heel veel hout, dus ik krijg heel veel zaagsel en heel fijn stof. En als mijn telefoon dan in mijn zak zit, ja, dat gaat dan ook in mijn telefoon. Dus het kan zijn dat ik gewoon een wat extremer gevalletje heb met mijn telefoon, maar er blijft vrij veel stof in die poorten zitten. En ik heb nu de afgelopen maanden 2 keer gehad. Nee, ik heb 1 keer gehad dat de USB-poort het niet meer deed. En dat ik die eerst heb schoon moeten maken. En ik heb 1 keer gehad dat de microjack-poort het niet meer deed. En dat ik die dus eerst schoon moest blazen. Dan gaan we nu lekker naar de pluspunten. Dat is een wat langer lijstje. En mijn eerste pluspunt gaat zijn dat hier echt een grote batterij in zit. Op 1 accu, op een normale schooldag, kan ik gewoon 2 dagen met die accu doen.
Het is heel soms dat als ik echt bijvoorbeeld een lange dag heb en er echt veel op zit, dat ik hem dan wel bij moet laden. Maar eigenlijk kan ik er elke keer met een volle accu 2 dagen doen. Nou heb ik ook niet dat ik hem superveel gebruik. Ik check gewoon in de pauze, speel ik even een spelletje, check ik WhatsApp, Instagram, Facebook, dat soort dingen. En ik maak soms foto's, dat soort dingen. Maar ik vind het echt heel goed. Hij gaat gewoon 2 dagen op 1 accu mee. Dat doet me echt denken aan de tijd dat ik nog zo'n klein Samsung telefoontje had. Die gewoon 1 week op 1 accu deed. En dan moest je hem opladen, was hij binnen 1 uur vol. En dat had ik trouwens niet in mijn lijst gezet. Maar hij laadt ook snel op. Ik gebruik eigenlijk altijd zelf een draadloze oplader van IKEA. Daar duurt het wat langer mee. Maar als je gewoon de kabel gebruikt met de adapter die je van Samsung erbij krijgt. Hij laat gewoon echt super snel op. Dat is wel een instelling die je aan moet zetten. Zelf heb ik die instelling nooit meer gevonden. Ik heb die 1 keer gevonden. Helemaal toen ik hem nieuw had. Maar er is een instelling. Dat hij sneller oplaadt. Alleen wordt hij de telefoon dan warm. Tijdens het opladen. Maar dat is niet super. Tweede ding is. Dat hij echt een super mooi scherm heeft. Het scherm super scherp. Super mooi. Perfect om films op te kijken. En daarbij ook de grootte is gewoon lekker. Het is een grote telefoon. Maar niet zo groot. Ik heb maar 1 broek. Maar die broek is echt super strak. Waar hij eigenlijk net niet lekker in past met het hoesje. Maar het is gewoon een lekker formaat. Vind ik persoonlijk. Het scherm is groot genoeg om lekker films op te kunnen kijken. En al dat soort dingen. Je ziet goed wat je aan het filmen bent. Of foto's aan het maken bent. Maar het is niet te groot. En ook. Hij is niet zo heel dik. En niet zo zwaar. Het is gewoon een hartstikke lekkere telefoon. En wat samenwerkt met dat heel goede scherm. Is dat er een heel goede camera in zit. Ik heb al met mijn meerdere telefoons. Ik heb altijd mijn vorige smartphones waren de Xperia Z en Xperia Z1. Die hadden ook echt heel toffe camera's. Ja, ik hou er gewoon van om goede foto's te kunnen maken. Ook al heb ik mijn goede camera waar ik nu op film niet bij me. Ik hou ervan om dan alsnog goede foto's te kunnen maken. Vandaar ook dat ik zoveel heb betaald voor een S7. Nou, niet zozeer voor een S7, maar voor een telefoon met een goede camera. Want die foto's. Misschien zet ik even een paar foto's nu in de video. Maar ik ben met deze telefoon op vakantie geweest naar Frankrijk en naar Italië. Daar heb ik alle foto's die ik heb gemaakt op die reis zijn met mijn telefoon gemaakt. En ja, ik had bijna net zo goed mijn goede Canon camera mee kunnen nemen. Maar echt de fotokwaliteit zie je daar niet in. Ook kan deze camera 4K opnemen, maar die bestanden worden dan wel heel groot. En ondanks, volgend pluspunt, dat de opslagruimte heel goed is. Volgens mij heb ik 32 gigabyte. En dan nog een 16 gigabyte SD kaartje. Maar in het begin dat ik deze telefoon gebruikte, sloeg ik die foto's niet op de SD kaart op. Maar alsnog, met alle apps die ik erop heb staan, en alle foto's die ik toen had gemaakt, was hij gewoon nog langer niet vol. Dus die 32 gigabyte, gewoon een prima opslagruimte. Nou, dan nog. Weer op het scherm verder gaat, is weer die Edge. Dat is namelijk ook een super groot pluspunt. Omdat je met de, dat had de S6 Edge ook, maar de S7 Edge heeft het natuurlijk weer alleen verbeterd. Er is extra software voor die Edge. Op die Edge kun je nog meer apps en dat soort dingen neerzetten. Je kunt er ook een lineaal oproepen. En heel veel mensen hebben met die lineaal zoiets van, wanneer gebruik je dat nou? Maar ik vind die lineaal echt super handig. En ik heb hem nu weer weggeklikt. Zo. Die lineaal vind ik echt super handig. Ook weer. Ik ben veel met hout bezig. En als je gewoon even een schroefje op moet meten. Dat is hartstikke handig als je niet je duimstok bijvoorbeeld uit je gereedschapskist moet pakken. Nee, je pakt gewoon even je telefoon. En je hebt gewoon een lineaal van 11 centimeter. Ik werk ook in de ijzerhandel. Dat is ook super handig. Iemand vraagt. Ja, hoe lang is deze schroef eigenlijk? Ik pak mijn telefoon en ik weet. Oh, die is 14 millimeter. Ik vind die Edge hartstikke handig. Sommige mensen hebben zoiets van, ja, het ziet er leuk uit. Maar wat moet je er verder mee? En ook die Edge, die zorgt ervoor dat de telefoon er gewoon super gaaf en mooi uitziet. Ik heb nu een screen protector erop zitten die niet super mooi is. Dus op dit moment is hij iets minder mooi. Maar die telefoon ziet er gewoon echt hartstikke mooi uit. De kwaliteit straalt er vanaf. Mooi glas, mooi aluminium op de randen. Dus dat is gewoon top.
Wat ook echt helemaal top is, is de hoeveelheid updates die ik op deze telefoon krijg. Oké, dat ligt ook vooral aan het feit dat hier Android 6 op staat. Ik weet niet eens meer welke punt hoeveel het nu is, want ik heb al zoveel updates gekregen. Maar op dit moment, in de afgelopen paar maanden, heb ik gewoon maandelijks een Android update gekregen. Wat echt super tof is, want mijn vorige telefoons waren altijd een beetje outdated. Dus had ik eigenlijk geen Android updates meer. Maar deze heb ik nu al zo'n stuk of 5, 6 updates gehad in de tijd dat ik deze telefoon had. Wat ik ook nog wil zeggen, ondanks dat de achterkant en de voorkant van glas zijn, hij is behoorlijk goed met vallen. Ook in de eerste paar weken had ik nog geen hoesje. Toen heb ik hem een keertje laten vallen van de tafel af. Echt hartstikke dom. Volledig mijn eigen schuld. Ik legde hem gewoon niet goed op tafel neer. Ik legde hem op de rand en toen viel hij van de tafel af. Maar die gebarstte. Terwijl die, voor zover ik zag, viel die echt op de hoek. En meestal als hij op zo'n hoek valt, is het gewoon over. Dan zit er een barst in je scherm. Maar geen barst. Op de achterkant en op de voorkant is hij gewoon nog helemaal heel. Dat is echt super tof. Nu doe ik er altijd wel gewoon een hoesje omheen. Behalve bij het draadloos opladen. Want de draadloos opladen komt niet door het hoesje heen. Maar het is gewoon hartstikke goed tegenvallen. Het is gewoon een hartstikke goede telefoon. En ja, daarmee, dat was mijn review van de Galaxy, van de Samsung Galaxy S7 Edge. 32 GB. Zwart. En ik hoop dat jullie de video allemaal hartstikke leuk vonden. Hebben jullie nog vragen over de telefoon? Laat ze dan even achter in de comments onder deze video. Vond je de video nou leuk? Geef even een blauw duimpje omhoog. En ben je nog niet gesubscribed? Subscribe dan ook even. Want ik probeer voor het einde van dit jaar 200 subscribers te halen. En ik hoop dat het lukt. Ik heb nog een maand. Ik moet nog 6 subscribers. Dus ben je nog niet gesubscribed? Hou je ook van gaming video's? Subscribe dan gewoon aan mijn kanaal. Dan krijg je gewoon, als zolang alles goed gaat en ik niet weer ziek word, want ik ben de afgelopen week ziek geweest. Dat horen jullie ook nog van, ik ben nog steeds verkouden. Ga ik sowieso elke week 2 video's uploaden en dat worden er als het goed is over de komende periode meer per week. Ik wil weer meer gaan uploaden, alleen heb ik nog geen super motivatie ervoor om video's te maken. Maar goed, like, subscribe en ik zie jullie allemaal in de volgende video. Ciao!